Oké, 111, dat is goed hoor. Wijsvinger. Oei, dat gaat. Wijs. 64. Veel rekenen, boeken lezen, dat is optimaal. Dan brengt u uw verstand in optimale conditie. Goeiedag meneer, mag ik IQ eens meten? Mag ik uw vinger eens? Wijsvinger toch, ja? Ja, dat is in orde. Oké, 103. Oké, dat is in orde. Oké meneer, ga maar. Oké. Dank u. Goeiedag, ik ben Damian Flinker, IQ-manager, aangesteld door het Federaal Agentschap ter bevordering van de nationale intelligentie. Ik meet dus het IQ bij onze Vlaamse bevolking, maar de laatste tijd maak ik me wat zorgen. Niet over het algemeen gemiddelde van onze Vlaamse intelligentie, want die is vrij behoorlijk, maar over de opkomst van de EQ, de emotionele coëfficiënt, en meer bepaald over de Engelse uitspraak ervan, IQ. Dat is precies allemaal hetzelfde. Iemand met een hoog EQ heeft daarom nog geen hoog IQ en andersom. In het belang van het algemeen intelligentiewelzijn pleit ik dan ook om een einde te maken aan deze spraakverwarring. Dat moet beter kunnen.